We zijn hier bij Maatschap Rijmert in Haarlem. Dit gaan aan het Zellandse Heuvelrug. We hebben ongeveer 230 zorgen, zuiveren en als. En daar maken we de Topics 50 mee. Ongeveer 800 offerplaatsen hebben we hier thuis. En we hebben op locatie 3 huurstallen waar we de beertjes afmesten. De werkzaamheden doen we bijna allemaal zelf, dus met z'n tweeën. We zijn een subfokkerij. De topfokkerij zit er nog boven, maar wij voeren enkel alleen maar sperma aan. Dus we zijn een subfokbedrijf onder de Topics vlag. Daar maken we de Topics 50. Ja, het is al jaren geleden dat we voor de fokkerij hebben gekozen. Omdat het een stukje meerwaarde is, meer plezier in je werk. Je bent niet alleen bezig met dieren voor de slacht klaar te maken. Je hebt nog een stap daarvoor. Dat vinden we interessant. Het verschilt niet zoveel van andere bedrijven in de werkzaamheden. Alleen we moeten veel meer letten op fokkerij-eigenschappen van dieren. Dus de guldjes aan paard, de beertjes aan paard. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 spenen. Gaaf beenwerk, mooie oortjes, alles is goed. Geschikt voor fokkerij op dit moment. Op dit bedrijf spenen we ongeveer 28,5 beste zeur. En dat doen we zonder kunstgrepen, dus zonder manbozen of pleegzeugen. Elke zeug moet zijn eigen biggen proberen te groot te krijgen. Nou, dat is heel belangrijk voor ons, omdat we daar goed op kunnen selecteren wat een zeug werkelijk kan. Op 4 weken leeftijd gaan we ze selecteren ongeveer voor de eerste selectie. Beertje. En dan krijgen ze een nummer in. En dan gaan ze in de opvang. En later, op ongeveer 23 kilo, gaan we ze weer selecteren. Dan gaan ze naar de opvang. Daar kunnen nog weer even een paar zeggen, oh, die vinden we niet zo geschikt. Dan gaat die niet mee. Dan gaan ze die naar de mesterij. En dan later, op 7 maand, komt de eindselectie. En dan bepalen we of die naar de vermeerderaar gaat, ja of niet. De afnemers van onze opvangzorgen zijn met name niet hele grote vermeerderaars, maar vermeerderaars van ongeveer 600 zeugen. Omdat we niet zo'n hele grote populatie hebben, past dat ook het best bij ons bedrijf. En dan proberen we de beste uit te zoeken. We gaan niet voor het hoogste, maar wat we leveren willen we prima en goed leveren. Wij bewerkstelligen dat om niet elke zeug voor de fokkerij geschikt te willen maken. Ze moeten het zelf laten zien dat ze geschikt zijn voor de vermeerdering. Dus eigen groei, geen poespas. Natuurlijke weg. Dit zijn dus zuivere NL-zeugen. Hier maken we dus de Topics 50 mee. Daar zetten we de S-lijn weer op. En dan krijgen we de Topics zeug, opvokzeug. Die we dus verkopen als vermeerderingszeug. Dat zijn lange, robuuste zeugen. Die we eigenlijk mede samen met een Topics selecteur uitzoeken. We houden van een beetje robuuste, nog stevige moeders. Nou, we kiezen voor de Topics 50 omdat ik denk dat het de zeug van de toekomst is. Met de lange levensduur van de zeug en weinig antibiotica gebruik. Economisch zeer interessant. Deze kenmerken zijn ook terug te vinden, met name onze dierenarts. Die zegt tegen mij dat we de laagste antibiotica gebruik hebben van de hele oorstof. De laatste wat ik gehoord heb, zitten we op 0,8 per dierdagdosier. Over het hele bedrijf. Ja, de ervaring met de Topics 50 is dat, ja, nou, het zegt al dat de laatste afnemer die zal overgaan naar de 50. Dus het ligt gewoon ook heel goed in de markt. Het is een makkelijke zorg om mee te werken. En dat vinden vermeerderaars heel belangrijk. Zeker als ze er ook nog koeien naast hebben of een groot aantal zorgen hebben, dan is een makkelijke zorg gewoon ontzettend prettig. We kunnen geen koffiedik kijken, maar als de mensen en met name ook de vermeerderaars wat op die antibiotica gebruik uitdoen en de levensduur van zorgen belangrijk vinden, dan zie ik voor de Topics 5 een heel goede toekomst.